Nou, ga lekker zitten, liggen. En richt je aandacht op je ademhaling. Voel hoe je zit op de stoel, hoe je ligt op de vloer, op de mat. En word je helemaal bewust van je lichaam. Voel waar je lichaam de stoel en de vloer raakt. En bij de uitademing zak je nog wat verder in de stoel, in de vloer. Helemaal bewust van jouw lichaam. Het is de tempel van jouw ziel. Jouw ziel woont in jouw lichaam. Met jouw lichaam geef jij uitdrukking aan jouw ziel. En wees dankbaar voor je lichaam. Met je lichaam en met je zintuigen zie je, hoor je, voel je, proef je en ruik je de wereld om jou heen. En met je lichaam kan jij jouw verlangen in de wereld zetten. Vreugdevol. Je mag plezier hebben. En voel maar hoe de adem, die staat voor de levenskracht en de levensenergie, je lichaam binnenkomt via je neus of je mond. En voel maar hoe jouw adem, die inademing, al jouw cellen vult met zuurstof, levenskracht, levensenergie. En voel hoe de adem je lichaam weer verlaat. En loslaat wat je niet meer nodig hebt. In een oneindig ritme, zoals eb en vloed. En voel hoe je adem helemaal doorgaat naar je voeten. Adem helemaal naar je voeten toe en vul je voeten met levensenergie en levenskracht. En bij de uitademing ontspan je je voeten. En dan ga je met je aandacht naar je benen.
Voel hoe de adem jouw benen vult. Hoe levenskracht en levensenergie door je benen stroomt, jouw cellen voedt. En bij de uitademing ontspan je je benen en laat je los wat je niet meer nodig hebt. En dan ga je met je aandacht naar je bovenlichaam. Je armen en je schouders en je handen. En voel ook hier de beweging van de ademhaling. Bij de inademing worden alle cellen gevuld met levenskracht en levensenergie, zuurstof. En bij de uitademing laat je los wat je niet meer nodig hebt. En dan ga je met je aandacht naar je hals, je keel en je nek. En laat ook hier de ademhaling vrij doorheen stromen. Zodat de adem gemakkelijk je lichaam binnengaat. En wat je niet meer nodig hebt, gemakkelijk je lichaam weer verlaat. En zo maak je dit kanaal ook vrij. Om jouzelf tot uitdrukking te brengen en jouw waarheid te spreken in de wereld. Maak die weg maar vrij door je adem vrij te laten stromen in je keelgebied, je hals, je nek. En dan ga je met je aandacht naar je hoofd. En laat ook hier de adem vrij stromen. Bij de inademing voed je je hoofd met levenskracht en levensenergie, met creativiteit en inspiratie. En bij de uitademing laat je alles los wat je niet meer nodig hebt, wat overbodig is en jou niet meer dient. En voel dan weer je hele lichaam. Het voertuig van jouw ziel. En dan ga je met je aandacht naar dat lichtpunt in het midden van je borstkas. De plek van jouw ziel. Jouw verlangen. En tegelijkertijd word je die buis van licht gewaar. Die buis van licht, die spiraal van licht. Die stroomt vanuit de bron van het universum. Naar beneden, naar beneden, naar beneden. In, om en door je lichaam. Naar beneden, naar beneden, naar beneden. Helemaal in contact met het hart van Moeder Aarde.
En dan gaat die stroom vanuit het contact met Moeder Aarde weer omhoog en omhoog en omhoog. In, door en om je lichaam. En omhoog en omhoog. Helemaal naar de bron van het universum. In een oneindige stroom, zoals eb en vloed. En stel je maar voor, visualiseer jezelf 5 meter boven de zee. En laat jezelf dan in het water zakken. En dan word je een school walvissen gewaar. Walvissen zijn de hoeders van de aarde. En wellicht is er een walvis die jou opvalt, waar je aandacht naartoe gaat. En maak daar maar op jouw manier contact mee. En voel de troost, de warmte, de koestering en de geborgenheid en die rustige, kalme energie van de walvis. En voed al jouw cellen in jouw lichaam met deze koestering, deze troost, deze geborgenheid. Deze geduldige traagheid. En als je dat wilt, mag je de naam vragen van jouw walvis. En de eerste naam die bij je opkomt, is de juiste. En dan mag je jouw vraag stellen of vragen aan de walvis. Wat zou jij van de walvis willen weten als hoeders van de aarde? Je kunt alles vragen waar jij graag antwoord op wilt. En je mag dit doen tot aan het einde van de meditatie. In contact met jouw walvis.
Neem dan afscheid van de walvis en de walvissen. En dan mag je weer terugkomen in je lichaam. Bewust worden van je lichaam en de ruimte waarin je bent. Haal even diep adem. Adem in door je hart. Adem uit door je hart. En je mag je wat rekken, wat strekken. En als je zover bent, je ogen openen en weer helemaal terugkomen in het hier en nu.